Yo dames en heren, welkom bij een nieuwe video. En in deze video gaan wij Jezus tegen de duivel laten roosten. Misschien maken ze een diss track tegen elkaar. We kunnen het ook gewoon een keer uitdagen. We kunnen ze uitdagen om elkaar een korte diss track te laten maken. Oké. Laat trouwens even in de comments weten, ben jij team Jezus of team duivel? Als jij team Jezus bent, dan moet je even met je linkerhand liken. En? Als je team duivel bent, zoals mij, Devils, de Belgen. Ik heb niet voor niets groot aan, hè? Duivels, jongen. Like dan met je rechterhand. En we zijn al bijna in België, dus misschien zijn we ook wel stiekem duivels. Maar je weet bij welke hand je moet liken. En als jij met beide handen wil liken, dan support jij ons. Dat is mij en Daniel. Ja, dat is misschien nog wat beter. Dus dan eigenlijk moet je daarmee liken. Leuk dat je voor de rode duivels bent. Maar vergeet even niet te abonneren op dit kanaal met het notificatiebelletje aan. Zorg ook voor dat je mij volgt op social media. @delanegoffen op TikTok en @delane3006 op Instagram. En volg mij natuurlijk ook even op mijn YouTube kanaal. De List YouTuber van het hele Nederland. En ook van België trouwens. Shout-out naar de Belgen. En überhaupt gewoon van de hele wereld. Dus word daarvan lid. En volg mij natuurlijk ook ietsje op TikTok. Want ik maak super lid TikToks. Let's go. Ik ga proberen om in contact te komen met Jezus Christus en de duivel. We hopen dat we ze kunnen opnemen. En ik ben benieuwd, man. Oh my god. Gaan ze nog bellen? Ik ben ze nu aan het bellen. Maar jij denkt dat ze gewoon een diss track gaan hebben? Ik weet niet. Ik ben benieuwd. Het duurt wel een beetje lang voordat ze opnemen. Ik ben aan het wachten, maar normaal zou ze altijd snel opnemen. Maar ja, Jezus, het is een oude man. Denk je nou echt dat oude mannen zo snel zijn? Of niet? Ik zie dat de duivel Jezus heeft opgenomen. Laat spreken. Je spreekt met Jezus Christus. Waarmee kan ik van dienst zijn? Hallo, spreek met de duivel. Aangenaam kennis met u te maken, meneer. Waarom wilt u ervoor zorgen dat mensen naar de hemel gaan? Dat heeft er gewoon mee te maken dat mensen die goed zijn, die komen bij mij terecht. En de slechterikken, de idioten, de criminelen, komen bij jou. Jij moet even je mond houden, Jezus. Als je dat één ding zegt, dan zorg ik ervoor dat ik jou met lid, met bottenlap, ook naar de hel sleep, ja? Heb je dat heel goed begrepen van mij? Want ik ben de duivel en ik... God straft meteen. Een normaal mens heeft een normaal ziel. Maar jij de duivel, jij kan van eerst normaal ziel krijgen. Wat jij bent voor verbrand. Voor verbrand, gecremeerd. En echt serieus, alle slechterikken komen er ook terecht. En daar weet je er ook terecht komen. In de YouTube weet je wel. En Daniel Doorbakkers, die kunnen met mij mee. Ik weet niet wie het zijn, maar volgens mij zijn het best wel leuke mensen. Dus ik vind niet dat ze naartoe moeten gaan. Want ze maken ook video's voor kinderen. En daar is dus niks mis mee. Oké mensen, ik heb de duivel even gemute. Hallo? Jezus is er tegen aan het praten. Hallo duivel, ben je er nog? Of ben je een beetje bang voor mij geworden? Duivel, reageer eens. Hij wordt helemaal gek dat ik niet... Reageer eens. Hallo. Kun je me horen of zo? Even aanzetten. Hallo, ben je er nog, Jezus Christus? Hallo, wat ben jij toch een idioot? Even serieus, ik hoop dat jij een keer ook verbrand wordt. Alleen dan word ik jou in plaats van dat ik mezelf verbrand. Ik kan toch tegen vuur. Nou ja, weet je wat het is? Jij kan misschien wel tegen vuur, maar ik kan tenminste een potje Fortnite spelen. Dat noemen we entertainment. Daarnaast kan ik ook nog eens een potje Brawl Stars spelen. Ik kan gamen, ik heb WhatsApp, ik heb alles. Hoe kom je überhaupt in je telefoon in verbrand? Alles wat jij doet, je moet gamen, je telefoon wordt verbrand. Je PlayStation wordt verbrand, je computer wordt verbrand, oftewel, waar is jouw oude leventje dan, hè? Zieloze pikkentrekker. Oh, maar ik verdien tenminste geld op mijn eigen manier. We hebben er geen telefoon voor nodig. Het enige wat we nodig hebben is vuur. We kunnen gewoon mensen daar naartoe lokken. Alle mensen die gemeen zijn. En aangezien 2020 is, en deze mensen zitten ook best wel rood. Ze plegen gewoon maar aanslagen. Dat betekent dat er meer mensen naar de duivel gaan. En dat betekent dat de slechterikken het kwaad tegen het goede kan verschillen. Wij hebben tenminste leuke mensen. Moet jij eens even kijken wat er bij jou zit. Ik ga er even in. Yo, is het echt een harde leven, want die rest is toch. Je hoeft niet verbaasd te zijn, tegenwoordig heb je ook een mobiel in deze tijd. Ik weet dat we dat vroeger niet hadden. En in deze tijd kun je ook namelijk groep bellen. Maar hoe kom je nu überhaupt aan de telefoon? Danny, ik verbrand je. Je bent ook slecht. Je gaat naar de duivel toe. De duivel is hier. De hel is hieronder. Nee, ik haal eigenlijk grapjes met jullie uit. Waar ging de ruzie over? Je maakt grapjes, hè Danny. Dat weet ik ook wel. Maar de ruzie, dat is toch niet heel gek. Jezus, die zit mij op te bellen. Vind je gek dat ik het boos word? Je moet even je mond houden, want jij zit mij hier op te bellen, joh. Achterlijk idioot. Wil je dat ik je mond even snoer of zo? Verbrand alsjeblieft. Oké. Okay. Even ophouden met ruzie maken nu. We willen even iets anders doen. Als jullie toch ruzie aan het maken zijn, heb ik een beter idee. Wat nou als jullie elkaar gaan dissen? Dit kan namelijk in een roast battle. Daarna heb ik er nog een verrassing achterna. En de verrassing, dat staat eigenlijk al in de titel, maar dat weten jullie nog niet. Wie van jullie wil te beginnen met elkaar even flink te roosten? Nou, ik wil die zieloze dude al eens even gaan roosten, vriend. Oh, Jezus, jij wil beginnen? Dat is goed, dan begint de duivel. Ja, Godver, joh. Ik heb godverdomme tegen mij te zeggen. Ja, godverdomme Delano. Begin maar. Nou ja, weet je wat grappig is? Enig wat bij Jezus terecht komt zijn van die hele heilige boontjes. Van die zielige mensen die geen normale leven hebben. Oei, hij komt met dingen. De echte harde mensen. De echte mensen die de echte tijd hebben meegemaakt. En wat is het nou tegenwoordig? Iedereen wordt vegetarisch. Iedereen is het alleen maar te
zeuren. En dus dat het publiek van zijn hemel gaat krijgen. Even serieus, Jezus Christus. En kijk even je baard, kijk je kapsel eens even. Wat is het toch allemaal? Jouw kapsel is echt wel van een zwerver. En zwervers die komen ook bij mij terecht. Dus ik weet niet wat ze proberen met. Ja, godverdomme joh. Jij hebt gewoon weten te murderen. Dit is je moeder. Oh nee, dat is je moeder. Jij hebt wel deze wet al even in je handen weten te krijgen hoor. Holy crap, dit is echt insane. Deze was lit hoor. Oeh. Ik weet niet wat ik hierop te zeggen heb. Weet jij het, Daniel? No man, ik had het niet. Godverdomme Delano. Waarom zit je maar uit de schelden, Jezus? Je kan ook even normaal doen, want jij bent nog niet eens aan de beurt geweest. Ja, dat betekent dat ik je duivel van mijn kant ga maken, want jij komt er niet meer in hoor. Dat dacht ik ook al. Jezus. Wil jij nu even de duivel dissen? Ja, tuurlijk. Ik verbrand hem eventjes. Top, begin. Nou ja, weet je wat grappig is? Enig wat bij Jezus terechtkomt zijn van die hele heilige bootjes. Van die zielige mensen die geen normale leven hebben. Ja. Wij hebben tenminste de echte harde mensen. De echte mensen die de echte tijd hebben meegemaakt. En wat is er nou tegenwoordig? Iedereen wordt vegetarisch. Iedereen zit alleen maar te zeuren. En dus dat het publiek van jij de hemel gaat krijgen. Even serieus, Jezus Christus. En kijk even je baard. Kijk je kapsel eens even. Wat is het toch allemaal? Jouw kapsel is echt wel van een zwerver. En zwervers die komen ook bij mij terecht. Dus ik weet niet wat je proberen bent. Dek dicht. Het lijkt alsof ik met de voeten in de hel sta, maar blijkbaar jij niet, Jezus. Damn, wat heb jij een tof weten te murderen. Jullie hebben elkaar flink even de botten van het lijf gekraakt. En holy crap, jullie hebben deze game echt goed gespeeld. Er staat nog een verrassing. Tony, je moet even je bek houden, want je komt op mij terecht, ja, achter je. Waarom word je nou boos, duivel? Ik vervloek je. Nee, je gaat de grond niet open scheuren. Ik ben nog bezig met de video. Waarom wil je dat nou weer gelijk doen? Dat je Jezus laat winnen volgens mij, ja? Omdat jij het zegt, ja tuurlijk. Maar wat is het volgende dan, hè? Want ik heb inderdaad een geruis naar mijn weg. Oké, maar ik heb iets anders in gedachten, jongens. Ik ben een beetje zenuwachtig, zoals jullie kunnen zien. Ik ben aan het knikken nu, want ik... Kijk, ik heb... Oh, sorry, ik heb Jezus opgehangen. Oh my god, wow, we zaten er net lekker in. Oké, Jezus, je bent erop genomen, ja, sorry man. Godverdomme zeg, ga je me lopen ophangen, terwijl de duivel een idioot is. Jij. Ja, echt, Danny, je bent een idioot, jongens, serieus. Goed, jullie mogen elkaar eventjes lekker gaan dissen, echt waar. En ik hoop dat jullie elkaar even flink van het lijf kunnen stuien. Maak elkaar kapot, zou ik zeggen. Toen net was de duivel begonnen. Ik stel voor dat jij nu gaat beginnen, Jezus. Dus succes met je diss track. Luister, duivel, ik trek je aan je stot. Ik ben Jezus en ik chill hier met God. Wie wil dat nou niet? Hij is de minste heilig. Ik weet niet wie je bent, duivel, wat ben jij schijnheilig? Schijnheilige jongen, daar ben je dus wel. Je zit in je tent, je bent er geknald. Ik weet niet wat jij wilt bereiken. Ik ben dus Jezus, ik wil je gaan strijken. Hey, Jezus Christ. Jij hebt niet genoeg geld voor een boot. Ik weet niet wat het is, maar je kleur is rood. En je staat kapot, hard in het rood. Oh my god, jij hebt hem flink weten te murderen, Jezus. Jouw dissen, jouw bars, dit is insane. Wat heb je hierover te zeggen, Daniel? Ik heb echt geen woorden Ik weet niet, man, Rotjoch, hij mag hem gaan uitnodigen. Hij mag hem uit gaan nodigen bij 1-1 bars, holy moly. Als Rotjoch dit ziet, Ja, ik kan het niet anders geloven. Korte diss track, maar wel gelijk groeien. Kort maar krachtig, en die houden ervan. Dat zeker. Ik wil even eerlijk duidelijk maken, mensen, voor de mensen die in jullie geloven, want jullie bestaan er. Ja, tuurlijk bestaan wij, jongen. Daarom, ja, dit is natuurlijk gewoon een video voor de grap, dus neem het allemaal niet serieus. Het is gewoon een grap. Niet boos worden op mij. De duivel, het is aan jou de tijd dat jij gaat beginnen. En ik zou zeggen, ik ga de beat aangooien. Poesje zegt miauw. Er is een poesje en die komt al te gauw. Jezus, wat? Je hebt alleen maar poesjes. Ik ben een duivel en ik heb gangsters met poesjes. Ze schieten jou? Morgen? Allemaal overhoop. Ik weet niet wat je daarvan denkt, maar jij bent niet dood. Ik ben de duivel en ik ben super lit. Ik heb een lekkere chick en die zit nu aan mijn pik. Dat was lekker, dat gestoord. Dat heb jij nooit gedaan. Je bent echt maagd en heilig als een baan. Dat snap ik wel, kijk je kapsel, die is niet zo lit. Je kapsel, die is shit en dat weet ik zelf ook. Jullie hebben echt elkaar van de voeten van het lijf weten te halen. Ik ga je even muten en ik ga overleggen wie er heeft gewonnen. Oké, ik heb ze even gemute. Daniel, wie vind jij wie er heeft gewonnen?
Ik vind het een moeilijke dit. Is dat de beide bars, man? Is dat de bars? Ja, ik weet niet. Ik vind dat Jezus, die kwam echt hard. Jezus kwam echt hard. Maar hij kwam ook gewoon met vuur spitten, hè? Ja, alsof hij gewoon zelf in de hel zit. Man. man. De duivel deed ook goed. De duivel, oeh. Alleen vond hem in de dissen ronde net wat beter. Maar kijk, de duivel, zijn raps waren goed, hè? De flow en zo. Maar de disses, als we naar de inhoud van de lines kijken, dan waren die wel wat minder sterk. Ja, dat vind ik. Hey, Jezus, man. Die flow was misschien wat minder, maar die bars. Ik weet niet wat hij heeft gedaan. Ik weet het ook niet. Weet je, we zullen ze even erbij halen. Ik wist niet dat hun konden spitten, man. Je ziet me al een beetje knikken. Dat komt echt gewoon dat ik gewoon. Ik weet niet wat ik hier te zeggen heb. En oké, ik ga ze weer even unmuten. Yo, we hebben even gekeken wie er nou sterker was voor jullie twee. En ik ben eruit gekomen, want ik moet zeggen, bij de eerste ronde vond ik dat de duivel echt hard kwam. Niet dat Jezus er heel slecht op kwam. Ja, godverdomme, de Lana, sowieso wel. Schalt mij eens niet uit. Maar bij de volgende ronde met Distrax moet ik eerlijk zeggen dat de duivel wel beter de flow zat. Maar de lines van Jezus. Dat was gewoon niet normaal. Het lijkt alsof Jezus gewoon zelf in de hel zit. Hé, hey, ik zit wel hier in de hemel, ja, ouwe gek. Sorry, Jezus. Ik wist niet dat dit als een belediging zag. Maar, weet je wat? Ik heb besloten wie er heeft gewonnen. En de winnaar is... Jezus! Jezus, man. Hé, hey, je hebt bars, man. Shout-out naar jou, man. Ik vind echt dat jij gewoon goed hebt gespeeld. Deze gast heeft gewoon gewonnen. Gefeliciteerd met de overwinning. Wie zullen we de volgende keer zien? Laat achter in de reacties. Bedankt voor jullie tijd. Oh my god. Ja, jullie zijn er toch niet meer, dus je zullen ze niet meer zien. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. Als jij genoten hebt, laat even een like achter. Vergeet even niet te abonneren op dit kanaal. Abonneer even op Daniel, zou ik zeggen. Dude. Wat was er in dat paardje? Ik zie het einde. Zie jij dat ook? God. Zullen we daarheen? No way. No way. Ik zie hem daar, het einde. Hij staat er gewoon, hoor. Kan niemand hem zien, het is in een park. Hallo? Is daar leven? Is het niet beter om... Weg! No way! Volgens mij zijn we hier veilig. Ja. Ga verder met je auto. Mensen, bedankt voor het kijken. Abonneer op mijn kanaal, zou ik zeggen. Like deze video. Vergeet even niet te abonneren. Daniel.